Graag wil ik eerst beginnen met jullie een vraag te stellen. Hoeveel mannelijke kunstenaars denk je op te kunnen noemen? Steek je hand op als je er vijf denkt te kennen. Ja, dat is bijna de hele zaal. Zou je er ook tien op kunnen noemen als ik je even de tijd zou geven om na te denken? Ja, dat zijn ook al veel mensen. Heb ik nu een andere vraag. Zou je ook tien vrouwelijke kunstenaars op kunnen noemen? Steek je hand op als je dat kunt. Zijn er twee? Zou je er wel vijf op kunnen noemen? Zijn er iets meer? Oké, okay, zou je er één of twee weten? En zijn er ook mensen die echt zeggen: ja, sla mij maar dood, ik weet er geen één. Nou, dat zijn er ook een paar. Uh, voel je niet schuldig. Want toen ik in 2009 aan de Universiteit Utrecht studeerde. en daar een vak kunstgeschiedenis volgde. kreeg ik les uit dit boek: The Story of Art van Ernst Gombrich. En in dit boek wordt. Vrijwel de hele westerse kunstgeschiedenis behandeld. Maar in dit boek staan bijna alleen maar mannelijke meesters. Er is dus maar één vrouw, staat erin. En dat is de Duitse kunstenares Kate Kollwitz. En mij werd dus ook, toen ik een kennismaking kreeg met de kunstgeschiedenis, werd mij dus eigenlijk verteld dat er, staat maar, er bestaat maar één vrouw in die kunstgeschiedenis bestaat. En dat is ook eigenlijk niet zo gek als je je bedenkt dat het boek uit 1950 komt. En in die tijd bestond de kunstgeschiedenis voornamelijk uit mannelijke meesters. Want de geschiedenis werd geschreven door mannen en voor mannen, eeuwenlang. Maar het is wel een beetje gek dat ik in 2009 nog steeds les kreeg uit dat boek. Terwijl al zoveel was veranderd in de kunstgeschiedenis. Kunsthistorici weten nu dat er wel vrouwelijke kunstenaars waren. Het waren er misschien niet zoveel als mannen, maar er zaten echt een aantal tussen die het konden. Ondanks de ongelijke kansen die ze kregen. En zo vanaf de jaren zeventig zie je dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan naar vrouwelijke kunstenaars. En zo door de jaren heen worden vrouwen in de kunstgeschiedenis geplaatst. Wat er ook gebeurt vanaf de jaren zeventig... is dat musea hun deuren langzaamaan openen voor eigentijdse kunstenaressen. Ze krijgen een podium, hun werk wordt geëxposeerd. En een van die plekken waar dat gebeurde... Was hier in Gouda. In de jaren 70 en 80 voerde het Stadsmuseum van Gouda, nu bekend als Museum Gouda, een vooruitstrevend beleid. En dat was allemaal te danken aan één vrouw: Josine de Bruin-Kops. In 1976 werd zij aangesteld als directeur van het Stadsmuseum. En een van de taken die zij meekreeg was het bijeenverzamelen van een hedendaagse kunstcollectie voor de stad. Want die was er nog niet. Maar Josine was misschien nog niet eens begonnen... en ze kreeg al bakken met kritiek over zich heen. Want zij kwam hier naar Gouda als ongetrouwde vrouw. Maar ze woonde wel samen met haar vriend. In de jaren zeventig was dat, ja, dat was ongehoord nog. Maar... Wat nog veel erger was, zij voedde een jong kind op. Ze had een jong dochtertje. En daarnaast was ze dus directeur van een museum. En in die tijd werd er van jou als vrouw verwacht, als jij een kind kreeg, stopte je met werken. Maar Josine, die had dus een flinke carrière daarnaast. En ondanks al die kritieken die zij over zich heen kreeg. Daar leek zij zich niet echt iets van aan te trekken. Want zij leek alleen maar te worden gesterkt in de missie die zij had: vrouwen in de beeldende kunst een podium en erkenning geven. En zo kwam het dat na een aantal jaar. Josine, het stadsbestuur van Gouda. Dat een vrij conservatief en christelijk stadsbestuur. zij kreeg hen zover om. Mee te gaan in een beleid dat zij in het Stadsmuseum wilde voeren. Een heel vooruitstrevend beleid. Zij wilde voor de eigentijds kunstcollectie wilden zij voornamelijk werk van vrouwelijke kunstenaars aankopen. En door een voorkeursbeleid te voeren. laat Jocine de wereld zien. hier zijn de vrouwen. Zij kunnen het ook. En daar bleef het niet bij. In 1984 koopt Jocine een werk uit het verleden aan. Ze koopt een werk, een schilderij van Charlie Thorop uit 1918 aan. En door een werk uit het verleden aan te kopen laat zij vrouwelijke kunstenaars zien: hey, Jullie staan niet in, alleen in die geschiedenis. Jullie kunnen het ook. Zij laat hen zien dat ze in een kleine maar trotse traditie staan. En Josine, zij geeft hen hiermee een voorbeeld. Afgelopen jaar publiceerde organisatie Mama Cash een onderzoek dat ze hebben gedaan bij de acht grootste musea van Nederland. En wat blijkt hieruit? Als jij door een van die musea loopt, dan is 13% van alle werken die je ziet is gemaakt door vrouwelijke kunstenaars. Maar 13%. En dat is ook niet zo gek als je, je bedenkt dat veel van de museumcollecties zijn ontstaan in een tijd waarin de kunstgeschiedenis dus bestond uit mannelijke meesters. Maar dat wil niet betekenen dat we die geschiedenis maar zo moeten laten. Dat we die collecties zo moeten laten zoals ze zijn. Ik vind dat we die 13% best wel omhoog kunnen krijgen. Ik vind dat we daar wat aan kunnen veranderen. Want het museum is een plek waar iedereen zich thuis zou moeten voelen. Je gaat er misschien heen om mooie dingen te bekijken, maar het is ook een plek waar de geschiedenis letterlijk zichtbaar is door alle objecten uit het verleden die hier hangen. En eeuwenlang werd die geschiedenis, bestond die geschiedenis uit één verhaal, want het werd verteld door degene die de meeste macht had, de blanke westerse man. Maar tegenwoordig zijn we er ons van bewust dat de ander ook een verhaal heeft. Dat de ander ook een geschiedenis heeft. En dat deze best wel verteld mag worden. Wat Josine daar in 1984 deed, vrouwen een voorbeeld uit het verleden geven, is ontzettend belangrijk. Want een mens heeft voorbeelden nodig in het leven. Een voorbeeld helpt je geïnspireerd te raken. Een voorbeeld helpt je te durven dromen. Het helpt je je gesterkt te voelen in wie je bent. Een voorbeeld helpt je je eigen identiteit te vinden. En het is heel menselijk om op zoek te gaan naar gelijkenissen. Ik merk het zelf ook als ik door een museum loop. Als ik een titelbordje lees, zie ik. Direct wanneer het door een vrouw is gemaakt. Bijvoorbeeld, laatst was ik bij een tentoonstelling in het Stedelijk Museum over kunstenaars in Parijs in de 20e eeuw. En het viel me op dat er ongeveer, ja, best wel veel werk nog van vrouwelijke kunstenaars hingen. Er waren wel meer mannen te zien, maar ja, voor een gemiddelde tentoonstelling was er. Best veel werk van vrouwkunstenaars zien. En ik, ik voelde een gevoel van trots opkomen. En ik dacht: zie je wel, wij kunnen het wel. Het wordt tijd dat we in musea meer voorbeelden gaan laten zien. Zodat iedereen er gelijkenissen kan vinden. Maar ik weet zelf ook wel of ik zie dat. Musea vaak nog huiverig zijn om onbekendere namen te tonen. Wat vaak nog het geval is bij vrouwelijke kunstenaars. Want ja, dat trekt waarschijnlijk wel minder publiek. Maar ik vind wel dat het de taak is van musea om het publiek kennis te maken laten maken met die onbekendere namen. Met die werken van vrouwelijke kunstenaars. Want ze waren er wel. En ze konden het wel. Ik merk zelf ook in mijn beroep als conservator... dat het geen makkelijke taak is om die 13% omhoog te krijgen. Want ook in Gouda, als we kijken naar de collecties met oudere kunst... nou, ouder, van voor 1950... dan zijn daarin de vrouwen op één of twee handen te tellen. En het kost... Tijd, geld, onderzoek om werk van, vrouwelijke van vrouwen in de collecties te krijgen. Maar ik ben me er wel bewust van dat er wat moet veranderen. Ik ben ook geïnspireerd geraakt door wat Josine heeft gedaan. Ik probeer echt wat te veranderen in het museum. En... Om die 13% omhoog te krijgen, ligt er niet alleen een taak bij het museum, bij mijn collega's en ik, maar ook bij jullie, de bezoekers. Weet, of nou, ik wil jullie daarom graag wat meegeven. <laughs> Weet dat de geschiedenis niet uit één verhaal bestaat, maar dat er meerdere perspectieven zijn. Sta open voor onbekendere namen. Ga dus niet alleen naar een grote blockbuster-tentoonstelling. zoals Rembrandt Velasquez, die nu in het Rijksmuseum te zien is. Maar ga ook naar een tentoonstelling over bijvoorbeeld kunstenares Suze Robertson, die nu in Breda te zien is. Weet dat ieder mens voorbeelden nodig heeft. En gun. Ieder zijn eigen voorbeeld. En op deze manier zorgen we er met z'n allen voor dat de geschiedenis, de kunstgeschiedenis, het museum van ons allemaal wordt. Zo zorgen we ervoor dat jong, oud, man, vrouw, geboren Nederlander, immigrant, dat iedereen weet. Ik sta niet alleen in die geschiedenis. Ik kan het ook. Ik mag er zijn.